je ze wel gewoon kapot maken? Nee. En wel een mandje? Oh nee, vader heeft me gefilmd. Is dat het museum? Ja. 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 Oh. Ik heb eigenlijk geen honger. Nee. Vader, op dit? Nee, dit gewoon. Nee. Kijk eens. Paulientje kwam klein ter wereld, klein als een babypop. Toen ze was geboren, dacht men, oh, die is verloren. Maar ze groeide toch langzaam op, oh ja, ze groeide toch langzaam op. Ze kwam nog niet tot je knieën, maar was al een jaar of drie. De mensen bleven staren, maakten allerlei gebaren. Het is net een pop die ik zie. Het is net een pop die ik zie. Toen kwamen ze van de kermis, daar kreeg ze een eigen tent. Ze lieten haar poseren en een beetje balanceren op de handpan van een grote vent. Oh ja, op de handpan van een grote vent. Paulientje droeg dure poppenkleertjes. Ze heette al snel prinses. De tent werd een theater en zo zijn we 10 jaar later. En overal had zij succes, succes. Ja, overal had zij succes. En overal had zij succes, succes. En overal had zij succes. Paulientje werd steeds beroemder. Ze ging naar Amerika. Maar daar is ze gestorven, want haar lever was bedorven. Op 1 week na 17 jaar, ach ja, op 1 week na 17 jaar. Paulientje werd thuis begraven, het kerkhof van Ossendrecht. Nu heeft ze een museum en bij ieder jubileum kan je daar voor haar geschiedenis terecht. Ja, ja, kan je daar voor haar geschiedenis terecht. Ze kwam in het Guinness Book of Records als kleinste vrouwtje ooit geleefd. Nee, zij is niet vergeten en je komt nog meer te weten als ze ooit haar eigen musical heeft. Ja, ja, als ze ooit haar eigen musical heeft. Paulientje